Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vandaag hebben we te maken met een hoogdrukgebied boven het oosten van Polen. Het zorgt bij ons voor een zuidoostelijke stroming. Het zorgt ervoor dat de wolken boven de Noordzee alleen boven Noord-Holland schuiven. Verder is het vanochtend vrij zonnig en vriest het overal licht. Vanmiddag wordt het 2 tot 4 graden. De zon schijnt volop en de wind waait matig of zwak vanuit het zuidoosten, windkracht 1 tot 4. Vanavond is het eerst vrij helder en gaat het weer op veel plaatsen licht tot matig vriezen. Later vanavond krijgen we wat meer hoge sluierbewolking. En morgen zien we wat meer wolken, maar het blijft wel tot de avond droog. Het wordt in de middag 2 tot 5 graden en de wind komt vanuit het zuiden, is zwak tot matig, rondkracht 2 tot 4. Vanaf vrijdag wordt het geleidelijk aan anders. We zien meer wolken, soms breekt de zon door, maar er valt ook een winterse bui. Het wordt zachter, want de wind draait naar het zuidwesten. Het wordt overdag 5 tot 6 graden. Maar van het weekend is het super zacht met zondag 10 graden. We zien wel veel wolken en van tijd tot tijd regen en het waait ook flink. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.